Het weekend van Radio 5. Zendtijd voor politieke partijen. Dit is een uitzending van de Partij van de Arbeid. Vanavond is John Kerstens in de studio te gast. Tweede Kamerlid voor de PvdA en boordvoerder voor Sociale Zaken. Ik praat met hem over de wet werk en bijstand en de participatiewet. Uh, meneer Kerstens, goedavond. goedenavond. Goedenavond. Deze week is de wet Werk en Bijstand in de Kamer behandeld. En naar aanleiding van kritiek zijn er wat wijzigingen in de originele plannen aangebracht. Kunt u vertellen wat de wet beoogt? Ja, als het aan de Partij van de Arbeid ligt, dan is de Bijstandswet en blijft de Bijstandswet het vangnet, solide vangnet, onder onze verzorgingsstaat. Een vangnet dat mensen kansen biedt, dat mensen perspectief biedt: perspectief op een baan, perspectief op weer meedoen aan, uh, aan de samenleving. En ik ben erg blij. Met de afspraken die we deze week gemaakt hebben, omdat ze allemaal punten bevatten waar ik zelf namens de Partij van de Arbeid in alle debatten die we over de bijstandswet tot nu toe gevoerd hadden naar voren had gebracht. U noemde het. Hoe wil de PvdA dat perspectief en uitzicht op werk bieden? Hoe kan een wet dat, dat voor elkaar krijgen? Nou ja, kijk, we leven op dit moment in een lastige tijd. Het gaat niet goed met de werkgelegenheid. Er zijn lichtpuntjes als het gaat om het aantrekken van de economie. En de weggelegenheid die volgt daar altijd iets op. Dus het zal vast wel weer beter gaan wat we beogen met die bijstandswet. Ik heb daar zelf een paar weken geleden een motie voor ingediend die ook aangenomen is. Dat is om het voor mensen makkelijker te maken bijvoorbeeld om vanuit die bijstand tijdelijk aan het werk te gaan. Uitzendwerk te accepteren of seizoensarbeid. Nu is het zo dat als het werk voorbij is je soms een tijd moet wachten voordat je weer in de bijstand kan. Allerlei Ingewikkelde procedures gaan gelden. En dat nodigt natuurlijk niet uit om die stap te zetten naar de arbeidsmarkt. En ook al gaat het al om tijdelijk werk, dat is vaak wel de opstap naar een echte baan met perspectief. Dus door het weghalen van allerlei belemmeringen, door het bieden van kansen aan mensen, ook door van gemeentes te verwachten. Dat ze mensen bijstaan in hun zoektocht om weer mee te doen op die arbeidsmarkt. Kan die wet wel degelijk bijdragen aan het weer bieden van perspectief aan mensen. Dus de gemeente kan ook beter naar individuele situaties kijken? Ja, dat is eigenlijk het kernpunt van de wet zoals hij er na de afspraken van deze week uit gaat zien. Dat is iets waar ik namens de Partij van de Arbeid altijd voor gepleit heb. Er is niemand zo goed in staat als de gemeente. Veel beter dan wij hier in Den Haag. Om te kijken naar de persoonlijke omstandigheden van mensen die in hun gemeente... Wonen. En op een aantal punten is de wet nu zo verbeterd dat de gemeente dat ook kan. Rekening houden met persoonlijke omstandigheden. Kijken wat iemand nodig heeft, wat iemand zelf kan en wat de gemeente daaraan kan bijdragen. Kunt u een paar van die wijzigingen noemen die nu deze week aangenomen zijn? Ja, ik heb in het begin uh, van de discussie over de bijstandswet wel eens gezegd. Want dat was het beeld toen dat het natuurlijk niet zo kan zijn dat iedereen vier weken op zijn geld moet gaan wachten. Want je zit vaak al in een moeilijke positie financieel. Dat het niet zo kan zijn dat iedereen, om het zomaar te zeggen, vrij eh, verplicht vrijwilligerswerk eh, moet gaan doen de hele week. Met het risico dat je dan andere mensen eh, verstoot die een betaalde baan eh, hebben. Dat het ook niet zo kan zijn dat je allemaal maar standaard drie maanden je uitkering kwijtraakt als er iets eh, misgaat. Op al die punten is de wet aangepast. Daar hebben wij als Partij van de Arbeid steeds om gevraagd. En op al die punten... Kan de gemeente nu dus rekening houden met die persoonlijke omstandigheden? Ja, u noemde al de tegenprestatie. Um, bent u hierbij niet bang dat het te kosten gaat van regulier werk? Ja, als we daar niet op letten, zou dat wel eens het risico kunnen zijn. En daarom. Uh, hebben we de staatssecretaris zover gekregen uh, met behulp van de hele Kamer zowat die een motie die ik daar een tijdje terug over ingediend heb namens de Partij van de Arbeid heeft, uh, heeft aangenomen. Uh, dat is namelijk een motie waarin we het kabinet vragen om heldere spelregels op papier te zetten. Die verdringing zoals het heet. Uh, dus mensen die een betaalde baan kwijtraken. Omdat er andere mensen als vrijwilliger of met behoud van een uitkering dus goedkoper uh, dat werk gaan doen om verdringing te voorkomen. Want dat is natuurlijk hartstikke uh, belangrijk. De bedoeling is... Dat we mensen uit de bijstand helpen weer op de arbeidsmarkt. Maar niet ten koste van allerlei andere mensen natuurlijk. Nee, en um, is het ook niet zo dat, dat mensen beter op zoek zouden kunnen gaan naar betaald werk. in plaats van naar vrijwilligerswerk? Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, de mooiste manier om uit de bijstand te komen. en weer helemaal zelf in je gezinsonderhoud te kunnen voorzien. in je eigen onderhoud te kunnen voorzien als je alleenstaand bent. is natuurlijk met behulp van een baan. Want voor heel veel mensen is een baan veel meer dan alleen maar. een loonstrookje één keer per maand. en het salaris. Wat daarbij hoort, je hebt het dan over structuur in je leven, sociale contacten opdoen, jezelf ontplooien, noem het allemaal uh, maar op. Er zijn en er komen extra instrumenten voor gemeentes om mensen daarbij te helpen, want je moet het vooral ook zelf doen. En soms is uh, voor mensen die stap naar de arbeidsmarkt, naar een echte betaalde baan, te groot. En dan kun je er komen via kleine stapjes. En een van die kleine stapjes zou kunnen zijn het opdoen van ervaring door middel van vrijwilligerswerk. Maar um, de, de tegenprestatie mag reïntegratie wat u betreft niet in de weg staan? Nee, het kan niet zo zijn dat kansen op een baan, dat die kleiner worden, omdat de gemeente je vraagt om dit of dat te gaan doen. Overigens is een van die grote veranderingen in de bijstandswet ook die we van de week voor elkaar hebben gekregen in die afspraken, dat het niet zo zal zijn dat iedereen altijd de hele tijd zo'n tegenprestatie moet verrichten. Daar kunnen gemeenten zoals het heet beleid op gaan ontwikkelen. Uh, aan wie vragen ze het? Wanneer? Onder welke omstandigheden, op welke manier en voor hoe lang. Dus ook hier is het mogelijk voor gemeentes om straks rekening te houden met persoonlijke omstandigheden. En wat is het standpunt van de PvdA hierin uh, als mensen mantelzorger zijn? Moeten ze, wat u betreft, dan nog een tegenprestatie leveren? Nou, ja, kijk, ik heb gezegd in alle debatten, en de staatssecretaris was het met mij eens wat dat betreft, dat als iemand mantelzorg uh, verricht, dus als iemand zorgt voor een naaste, of het nou een familielid is of een hele goede vriend, dat je dan gewoon je steentje bijdraagt aan de maatschappij. En dat je daarnaast niet van iemand ook nog kan vragen dat hij uh, andere zaken gaat doen. Dus mantelzorg is, wat de Partij van de Arbeid betreft en ook wat de staatssecretaris uh, betreft. Een manier om invulling te geven aan die tegenprestatie. Er zou ook een verplichte zoektijd komen van vier weken voordat je een bijstandsuitkering zou kunnen ontvangen. Wat is de inzet van de PvdA geweest deze week met betrekking tot dit onderwerp? Nee, ik heb daar niet alleen deze week iets van gezegd, maar ook al uh, de afgelopen maanden in de debat. Ik heb aangegeven dat als iemand nou na die vier weken zoektermijn geen uitkering aanvraagt, omdat hij een baan heeft gevonden, dat dat hartstikke mooi is. En dat het ook hartstikke mooi is als iemand geen uitkering aanvraagt na die vier weken, omdat hij op een andere nette manier in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. Het wordt natuurlijk anders, bij wijze van spreken, als mensen als ze nog vier weken langer op hun centen moeten wachten. Want je vraagt bijstand aan, niet uit luxe. Maar omdat je al in een lastige financiële situatie zit, dat die mensen bij wijze van spreken onder de brug moeten gaan uh, slapen. Dus ik heb aangegeven dat het mij geen goede maatregel lijkt om iedereen een verplichte zoektermijn, zoals die dan heet, van vier weken in de maag te schuiven. Omdat je dan meer ellende veroorzaakt dan dat je oplost. En in de debatten die we deze week nog uh, zullen hebben, uh, zal ik samen met de Christenunie een, zoals het heet, amendement indienen. Dus een voorstel om de wet te wijzigen, zodat die vier weken zoektermijn van tafel is. Een andere specifieke groep, meneer Kerstens, is de groep waar jongens. Uh, daar waren grote veranderingen voor aangekondigd, met betrekking tot de herkeuring onder andere, maar ook met betrekking tot de bijstand. Uh, hoe staat het met deze groep? Ik denk dat we daar gezien de omstandigheden mooie afspraken voor hebben kunnen maken. En dat is nodig ook, want vooral de groep waar jongens werd geconfronteerd met heel veel onzekerheid. En Heel veel onrust door de aankondiging uit het sociale akkoord. Er stond niet in het regeerakkoord dat ze herbeoordeeld zouden worden. Ik heb steeds gevraagd om drie dingen: een zo zorgvuldig mogelijke herkeuring, dus niet iedereen als dat niet nodig is in zijn onderbroekje voor de keuringsarts laten verschijnen. Ik heb gepleit voor een maximale inzet op een baan, dus een individueel plan van aanpak te maken door de waarjongen zelf met de gemeente dat zijn kans op een baan vergroot. Ik heb gepleit voor het voorrang geven van waarjongens bij de invulling van de 125.000 extra plekken voor mensen met een beperking die in het sociaal akkoord door het kabinet met vakbonden en werkgevers zijn afgesproken. En ik heb gepleit voor een financiële zachte landing. Want in de oorspronkelijke plannen zou je, als je geheel of gedeeltelijk arbeidsgeschikt zou worden verklaard en niet op die baan terechtkomt, uh, Onder de bijstand vallen. En die houdt nu eenmaal rekening met het inkomen van een partner, met een eigen huis, met eventueel spaargeld. Dat is nu allemaal van de baan. De mensen worden herkeurd op die zorgvuldige manier. Er wordt maximaal ingezet op het vinden van een baan en lukt dat niet, dan blijven zij onder de Waarjong. Dus worden zij niet geconfronteerd met al die lastige kortingen die behoorlijk in de papieren zouden kunnen gaan lopen. Dus ik denk al met al, en ik hoor het ook gelukkig veel terug van Waarjongers, dat we fatsoenlijke afspraken hebben kunnen maken, zeker ook voor deze groep. Dus die zachte landing is wat u betreft gelukt? Ja, de zachte landing waar ik om heb gevraagd, die is er nu gekomen. Als laatste, meneer Kerstens, met welk resultaat in de wet werken bijstand bent u het meest tevreden? Nou, ik ben eigenlijk het meest tevreden met die onderdelen van de afspraken die zorgen dat het een wet is waar we als partij van de arbeid gewoon achter kunnen staan. Dus een wet die rekening houdt met persoonlijke omstandigheden van mensen, een wet die niet iedereen tot van alles en nog wat verplicht zonder dat er rekening gehouden wordt met die persoonlijke omstandigheden, een wet die mensen kansen biedt, die perspectief biedt, uh, en ook een wet. Uh, daar hadden we het net over, die een zachte landing garandeert voor waar jongens die straks uit de herkeuren als geheel of leerlijk arbeidsgeschikt komen, maar voor wie we nog geen baan kunnen zien. Meneer Kerstens, hartelijk dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Wilt u meer over de PvDA weten? Kijkt u dan op onze site www.pvda.nl